Grolsch heeft een goed jaar achter de rug. De Oostelijke Bierbrouwer realiseerde een volumegroei van 2%. En het marktaandeel in Nederland steeg met 13%. En dat is opmerkelijk omdat de biermarkt in zijn totaliteit krimpt. Directeur Tom Verhagen, welke tovertrucs hebben jullie uitgehaald om dat goede resultaat te krijgen? Nou, tovertrucs weet ik niet. Eerst een kleine correctie. Ons marktaandeel is gestegen tot bijna 13%, niet met 13%. Ik denk dat de tovertruc dezelfde is van die we al 400 jaar toepassen en dat is vakmanschap. Dat is elke dag een klein beetje beter doen in alle geledingen van de brouwerij en gewoon steengoede producten op de markt zetten. Dat is wat wij doen. De biermarkt is aan het krimpen, dat is een gegeven en daar moet je tegen invechten. En als bierbrouwer moet je dan toch iets anders doen dan anderen. Ja, dat klopt. Want, we nemen aan dat iedereen wel met het verhaal komt van wij hebben een vakmanschap. Ja, maar ik denk als je aan de gemiddelde Nederlander vraagt wie staat er voor vakmanschap, dat het antwoord toch Grolsch is. Dus ik denk dat die feiten niet liegen. En je kan zoals alle brouwers doen en steeds meer promoties doen en zo, maar daar wordt niemand vrolijk van. Een kratje dat je aan 99 in de supermarkt verkoopt, moet je al 5 euro aan de staat van geven, aan de overheid, aan belastingen en accijnzen. Dan moet die retailer er nog aan verdienen en al de rest, dus dat is heel moeilijk. Maar als je constant eigenlijk goede producten in de markt zet, dat niet altijd de goedkoopste producten zijn, zoals onze Grolsch Radler die we net hebben gelanceerd en die ik graag zal delen met iedereen hier aan tafel. Dat is een steengoed product, echt bier met echt vruchtensap. En dat is niet vanzelfsprekend. Niet elke Radler kan dat claimen en is niet zo natuurlijk en gewoon zo'n lekker product als die van ons. En ik denk dat we daar heel goede stappen zetten, ook met Kornuit, dat ik ook bij heb, daar hebben we mooie dingen mee gedaan. Maar onze speciaalbieren ook, Grolsch Herfstbok, Lentebok. En ga maar verder, het is elke dag... Wie verzint dat eigenlijk? Wie verzint dat er Radler op de markt komt? Wie verzint dat er Kornuit komt? Daar hebben we heel goede mensen voor natuurlijk. Hè. Dan komt er op enig moment aan iemand bij u in het kantoor lopen die zegt van nou, ik heb nu iets uitgedacht? Nee, ik denk, wat eigen is aan hopelijk veel bedrijven, maar zeker aan Grolsch, wij werken in teams. Hè. Dus wij werken samen en daar werken wij een heel jaar aan. Dus ik weet niet juist, het is niet zo belangrijk wie komt er met een idee, maar als je goed met je vak bezig bent, dan hoop ik dat je wel doorhebt wat je aan consumenten uiteindelijk moet aanbieden om hen gelukkiger te maken. Onze taak is dat 400 jaar vakmanschap niet alleen in Grolsch Pilsner steken. Ik denk na 400 jaar hebben we dat ongeveer wel goed gekregen. Hè? Maar we steken nu dat vakmanschap ook in andere bieren die we aan meer consumenten op andere momenten aanbieden. En dat lijkt te lukken, bijvoorbeeld Grolsch Radler in de namiddag. Perfect moment. Je wil misschien nog niet echt een pils drinken. Leg even uit, het is een biertje met niet al te veel alcohol, vruchtensmaakje eraan. Een groot verschil is dus tussen maar 2% alcohol versus een pils 5%. Dat is een enorm verschil. Dus in de namiddag bijvoorbeeld, waar je anders misschien een frisdrank zou nemen, maar het probleem voor mij toch als individu, als frisdrank, is misschien niet helemaal natuurlijk en toch nog een beetje te zoet. En dan krijg je een puur natuurlijk product dat volledig verfrissend is en minder zoet en klef smaakt en lekker binnen gaat met maar 2% alcohol. Ze zeggen wel eens van the proof of the Radler is in the drinking, hè? Ja. Zullen we het gewoon even proeven? Dat is een fantastisch voorstel. Het verbaast mij overigens wel een beetje, want ik ben natuurlijk een Belg. Ja. En volgens mij zijn de Belgen toch vooral van de iets zwaardere bieren en dat lichte spul. Nou ja, maar pas op, Bert. Dit komt uit de koers, hè? Dit recept, toch? Uit de koers? Komt van fietsen, ja. Dus wacht maar eerst. U zegt, Belgen drinken graag zware bieren. Ik denk dat het een misvatting is om te denken dat alle mensen op hetzelfde moment hetzelfde willen drinken. Inderdaad, ik drink graag eens een Grolsch Weizen of een Herfstbok of zo. Ik zal nog een beetje meer geven, hè. Maar niet op elk moment van de dag. Hè. Op een zaterdagnamiddag om 2 uur, als ik nog een hele plan heb voor de hele dag, ga ik niet een zwaar bier zitten drinken. Maar ja, als ik dan moet kiezen tussen een glas cola of zo, of een heerlijke Grolsch Radler, ja, dan weet ik het wel. Ja, en dat zegt u natuurlijk ook omdat u directeur van dat bedrijf bent. U zou niet durven om iets anders te zeggen. Nee, dat klopt. Maar als je mijn persoonlijk volume zou zien, wat ik verbruik aan Radler, dat is niet mis. En de daling van Coca-Cola in mijn huishouden, sorry voor de frisdrankproducent, maar is serieus. Terwijl ik niet elk product dat wij fabriceren natuurlijk, of dat wij op de markt zetten, evenveel consumeren, anders zou ik ook een alcoholprobleem hebben, denk ik. U had het net ook over Kornuit, dat is ook een van de nieuwe producten van Grolsch. Ik kan me zo voorstellen dat er knap veel dames zijn die dat bier ook zijn gaan drinken. En nog niet eens zozeer om de smaak, als wel om de reclame die gelanceerd is. Nou, oelala, komt-ie. Generation is out to
Ja, er gaan ook bieren voor te komen, hè? Ja, het ziet er hartstikke leuk uit. Het is het mooie aan deze kamer, vind ik wel, meneer Verhagen, dat er ook weer een vleugje nostalgie in zit. Hè? Want het eerste stukje hoor je toch weer even het oude melodietje van het vakmanschap, het meesterschap. Ja, en dat is bewust uiteraard. Dat heb ik daarnet ook proberen te zeggen. Uiteindelijk gaat het over 400 jaar vakmanschap. Dat verandert nooit. Dat is essentieel aan Grols en dat zullen we altijd behouden. Is dat ook iets waar je al je medewerkers op afrekent dan? Afrekend klinkt zo hard, maar inderdaad, dat vakmanschap zit in... We hebben vier waarden die we nogal belangrijk vinden en dat vakmanschap is de centrale. Dat is onze persoonlijkheid, zoals een mens. Hè. Een mens houdt ook zijn of haar persoonlijkheid hopelijk in het leven en wij als brouwerij doen dat ook. Dus dat is iets wat heel, heel, heel belangrijk voor ons is. Ja, dat klopt. En om het nu voor Cornuit te zeggen, dat vakmanschap zit erin. Maar het is niet omdat je al 400 jaar authentiek bezig bent dat je geen nieuwe product op de markt kan brengen. En daarom die balans tussen behoud het goede... Maar zoek altijd naar nieuwe dingen. Dat zit eigenlijk heel in ons beleid elke dag. We hadden het over Cornuit, nieuw product, zoals u zei. Tamelijk nieuw zijn toch ook de sociale media. Marijke, daar ga jij dan weer over. Het wordt ook gepromoot, of het wordt gebruikt. Ja, absoluut. Ten eerste is een Facebookpagina voor Cornuit en een hashtag Cornuit. Waarmee je dus ook je ervaringen met het biertje kunt delen. En bijvoorbeeld foto's van Instagram en van Twitter met die hashtag allemaal verzameld worden in een website. Waar je dat ook allemaal weer kunt zien. En eigenlijk een soort van gezamenlijke ervaring hebt met dat biertje. Dat gebeurt dan weer allemaal op internet. Nou ben ik wel even heel benieuwd. Hè? Kevin, jij zit in de rock'n'roll. Wat vind je van dit bier? ja, ik zou lekker toch gewoon voor het echte biertje gaan. Maar hij is heel lekker. Het is inderdaad heel verfrissend. Maar zoals je zei, voor een fris drankje is het inderdaad wel chill. Maar... Het is geen bier. Frank, als festivalorganisator, heb jij ook... Ja, ik ben meer van de kunnen. Ik vind het een beetje een vrouwenbiertje. Dat klinkt ook een vrouwenbiertje. Het is wel lekker zo, maar het is niet echt voor mij gemaakt. Ja, hij zegt, Frank zegt vrouwenbiertje. Is die bedoeld als een vrouwenbiertje? Nee, dat is absoluut niet zo. Het hangt daarvan af, nogmaals, wat is het moment dat je welk type product consumeert? Als je dit gaat drinken, als ik om 6 uur 's avonds met een paar vrienden op café ga gaan, dan ga ik waarschijnlijk ook een Grols Pilsner of een Cornuit kiezen. Maar als ik in de namiddag om 2 uur echt verfrissing zoek en ik heb geen zin in een... gelijk welke frisdrank, dan kies ik liever voor een Grols Radler. Ja, Kevin kijkt nu ook tevredener dan net. Deze is wat, wat stoer. Dus voor de opbouwen. Ja, ja. Ik merk dat we toch stilletjes aan naar 6 uur gaan. Ja. Dus ik heb wel een beeld dat hij lekker binnenkomt. Ja. We hebben u mede uitgenodigd omdat het deze week de Week van het Nederlandse Bier is. Dat betekent dat u vandaag en ook morgen, als ik wel ben ingelicht, de deuren wagenwijd openzetten voor het publiek. Ja. Wat houdt dat in? Kan iedereen zo vrolijk naar binnen lopen en de boel bekijken? Het allerbeste is naar grols.nl gaan en een afspraak maken, want we hebben een gelimiteerd aantal plaatsen. We zetten heel de dag mensen in om zoveel mogelijk mensen door onze brouwerij te leiden. Ik heb mij laten vertellen dat er voor morgen nog een paar plaatsen vrij zijn, dus mensen die geïnteresseerd zijn, best onmiddellijk naar grols.nl gaan. En daar kan je inderdaad alles leren over ons 400 jaar vakmanschap, over onze producten, proefsessies, rondleidingen, verhalen. Dus iedereen is van harte welkom. Wat kun je dan onder andere zien? Nou, zo'n beetje dit. De mogelijkheid dus om dit allemaal live te zien. Toch even tot slot, ik ben benieuwd. Uiteindelijk valt u onder een grote bierconcern. Hè? Een van de grootste bierproducenten ter wereld. Stadmiller heet dat. In hoeverre hebt u vrijheid om dingen te doen? Of bent u ook maar gewoon gebonden aan wat zij u opdragen? Ja. Ik denk dat wij van alle echt grote brouwerijgroepen in de wereld het meeste lokaal zijn. Dat wil zeggen dat ik veel meer dan bij andere grote concerns, dat wij heel veel lokaal zeggenschap hebben. Er komt niet steeds een telefoontje vanuit Zuid-Afrika van dit moet je doen, dat moet je doen. Nee, andersom. Het zou zo zijn, er gaan telefoontjes komen en hopelijk komen ze ook soms zelf af en dat gebeurt één keer per kwartaal of zo. Maar dan vragen ze wat ga je doen en waarom. Dus het gesprek wordt aangegaan, mochten wij onze job niet goed doen, ja, dan is er een probleem. Maar dan heb je als je alleen staat ook een probleem. Wij leggen uit wat onze strategie is en waarom. En ik heb nog nooit meegemaakt dat daar dan geen goedkeuring op komt. Dus,
Dat loopt heel goed. Zijn er een grote zakenopkomst als het gaat om bieren, dingen, weet ik wat? Nou, het allergrootste. Volgend jaar vieren wij ons 400-jarig bestaan. Er zijn heel weinig brouwerijen in Nederland die dat kunnen claimen, om het zachtjes uit te drukken. Dus daar gaan we uiteraard een heel programma op loslaten. Maar daar kan ik ook uiteraard nog niet te veel over vertellen. Nee, maar dan neem ik toch aan als het moment daar is dat u weer aanschuift met misschien wel een nieuw biertje of misschien een hele tafel vol bieren, dat we dan gewoon verder praten. Als u mij uitnodigt om over bier te praten, kom ik altijd. Ja, ik zie zelfs bij cameramensen heel enthousiaste reacties in één keer. Goed, u hebt een hartstikke druk programma, moet gelijk weer weg. Dus ik zou zeggen, als u het bier laat staan, dan hebt u wat mij betreft de gelegenheid om van tafel te gaan. Fijn dat u aanwezig was. Dank u wel. En heel veel succes. Ja, dank u wel. Dank. Dank.